Burgemeester Abu Taleb, ja, u heeft ook de beelden vanmorgen bekeken van wat er in Brussel gaande is. Uw eerste reactie? Een vreselijke aangelegenheid. Vreselijk, dat is met geen pen te beschrijven. Het is ongelooflijk zuur voor heel veel mensen die het op deze manier weer hebben moeten ontgelden. Die niets te maken hebben met wat voor wereldorde dan ook. En die, je gaat naar het vliegveld en je wilt reizen en je gaat eraan omdat sommigen willen dat dat gebeurt. Het lijkt soms vechten tegen de wind. Dramatisch, idioot, eigenlijk met geen pen te beschrijven. Vele doden, vele gewonden, aanslagen op verschillende plekken. En veel mensen zijn denk ik ook angstig van wat betekent dat hier in Rotterdam? Ja. Nou, het is niet alleen wat betekent dat in Rotterdam, wat betekent dat voor de wereld. We hebben recent aanslagen in Turkije gehad, in Istanbul, in Ankara, in Ivoorkust. Nu België weer, voor de zoveelste keer België. Ik was de afgelopen weken zelf redelijk opgelucht toen weer die aanhouding van die Abdeslam in Brussel aan de orde was. Dan dacht ik van nou, nu gaat hij hopelijk wat verklaren. Kunnen we nog meer cellen ontzenuwen en ontrafelen en nou dit. Het is zo verschrikkelijk triest. Het lijkt alsof er geen einde aan lijkt te komen. En toch denk ik dat we positief moeten blijven. Uiteindelijk zullen we met z'n allen wel overwinnen. Want als we het hier opgeven, dan is het einde zoek. Ik blijf optimistisch, we gaan met elkaar overwinnen. Voor Rotterdam kan ik u natuurlijk niet zo heel veel zeggen over wat wij allemaal aan het doen zijn. Een aantal zaken is zichtbaar voor de mensen. Zoals bijvoorbeeld op een aantal plekken politie en mensen van de marechaussee, maar ook mensen van arrestatieeenheden met lange wapens. Dat is zichtbaar in Rotterdam. Voor het overige moet ik daar niet zo heel veel over zeggen. Wat zichtbaar is, is zichtbaar. En het overige praat ik liever niet over. Maar gaat het dan om preventieve maatregelen of is er echt dreiging in Rotterdam? Nee, er is in Rotterdam geen dreiging. Er is, voor zover ik weet, dat is mijn informatie van ongeveer 12 uur heden middag, is er geen nationale dreiging. Ik hou zeer nauw contact met mijn politiechef, met officier van justitie en ook met Dick Schoof, de nationaal coördinator terrorismebestrijding. Dat doen we alle burgemeesters van de grote steden. Maar er is geen concrete dreiging op Nederland en ook geen concrete dreiging op Rotterdam. Maar we zijn wel alert en scherp en we hebben maximale manschappen op straat en bij sommige objecten.